Wat als ademen altijd een strijd is? Ik ben Marieke Duiverman en ik doe onderzoek naar nachtelijke maskerbeademing bij patiënten met ernstig COPD. Ik werk als longarts bij het Centrum voor Thuisbeademing Groningen. Bij het Centrum voor Thuisbeademing Groningen ondersteunen wij de ademhaling voor patiënten waarbij wie de ademhaling 's nachts tekort schiet. Door 's nachts de ademhaling te ondersteunen hopen wij dat patiënten zich overdag fitter, uitgeruster en minder benauwd voelen. Als onderzoeker in hart en nieren doe ik al jaren onderzoek naar betere en meer behandelmogelijkheden voor patiënten met ernstig COPD. Maskerbeademing gedurende de nacht kan een goede optie zijn. Ook bij mensen met COPD is de laatste jaren aangetoond dat maskerbeademing de kwaliteit van leven verbetert en ook het leven verlengt. Toch zijn er ook nog dingen die niet goed bekend zijn over deze therapie bij mensen met COPD. Ten eerste weten we niet zo goed hoe en waar we maskerbeademing het beste kunnen instellen. Moet dit echt allemaal in het ziekenhuis zoals nu gebeurt of kan dit ook thuis? In het Reconsider onderzoek onderzoeken wij of het instellen op maskerbeademing thuis minstens net zo goed is als instellen in het ziekenhuis. Door patiënten zowel in het ziekenhuis maar ook thuis goed te monitoren en ook op afstand vanuit het ziekenhuis met telemonitoring in de gaten te houden, denken wij dat het instellen ook prima thuis kan. Ten tweede weten we niet goed welke mensen het meeste voordeel ervaren van deze therapie. Door de patiënten die meedoen aan het Reconsider onderzoek nauwkeurig te karakteriseren, hopen we hier meer zicht op te krijgen. Het Reconsider onderzoek heeft tot doel de implementatie van maskerbeademing voor patiënten met COPD te optimaliseren. Met de steun van het Longfonds ben ik de komende jaren in staat verder te gaan met het onderzoek en hoop ik de kwaliteit van leven van mensen voor wie ademen altijd een strijd is te kunnen blijven verbeteren.